Welkom bij First Class. Vandaag zal ik jullie aanleren hoe je gazpacho maakt met lekkere broodcroutons. Wat hebben we nodig? De ingrediënten. Maïsolie, olijfolie, watermeloen, komkommer, rode paprika, trostomaatjes, zuurrezenbrood en look. We beginnen met de look. Dus we nemen even splitten. We doen hier de 2 teentjes look in. 200 gram maïsolie. En we gaan dat goed mixen. Nu nemen we het zuurrezenbrood. Daar gaan we mooie fijne plakjes van snijden. De oven, die hebben we al voor verwarmd op 200 graden. We leggen het brood er mooi op. We gaan ze besprenkelen. We gaan ze besprenkelen met lookolie. Klein beetje grof zout. Even mooi omdraaien. Nu gaan we dat mooi houtbruin krokant afbakken in een oven. Ongeveer 5-6 minuutjes. Gaan we 1 paprika nemen. Snijden hem mooi midden door. Mooie stukken breed. Nu nemen we 4 trostomaatjes. Nemen we een teentje look. Een beetje look erin. Nemen we de watermeloen. Nemen we de komkommer. Peper, zout en olijfolie. Toastjes die zijn ook mooi krokant. Klein beetje peper en zout bij. Gazpacho gaat goed zijn. Dan gaan we met de rest van de komkommer mooie sliertjes van maken. Gazpacho met broodcroutons. First class. Lekker zomers, smakelijk.